Wat ben jij? Jij stil zeg, heb ik een fajaan of zo? Nou, gelukkig niet. Ik draag geen jurken. Wat? Dit is geen jurk. Heb je wel in de spiegel gekeken vanochtend? Dit is geen jurk. Dit is een tunica. Een tunica? Dat is toch een plant? Nee, ik denk dat je petunia bedoelt. Een tunica is een kledingstuk zoals je ziet. Mijn is gemaakt van linnen, maar je hebt ze ook van wol. En is dat de nieuwe herenmode? Nou, nee, dit was 2000 jaar geleden in de mode. 2000 jaar, hè? Ik snap er niks van. Waarom trek je zo gekke dingen aan, terwijl dat 2000 jaar geleden in de mode was? Toen bestond je nog niet eens. Dat heb jij goed uitgerekend. Oh, wacht! Heeft het misschien te maken met het nieuwe thema van de kinderboekenweek? Goed geraden! De kinderboekenweek is deze week van start gegaan en het gaat over... En toen! Daarom heb ik ook een tunica aan. Dat is Romeinse kleren van vroeger. Oh, wat cool! Ja, want de Romeinen hadden dit vroeger aan. Ik wist wel dat ik dat ooit eens ergens gelezen had. Inderdaad, 2000 jaar geleden woonden de Romeinen in ons land. De mannen droegen toen geen broeken, net als jij, maar ze droegen tunica's. En aan de strepen kon je zien wat de staat van iemand was. Maar ik zie bij jou twee strepen. Wat betekent dat dan? Ik ben een Romeinse ridder. Een Romeinse ridder heeft altijd een harnas. Als nu iemand jou met een zwaard steekt, ben je meteen dood. Dat is misschien wel iets wat de kinderen kunnen onderzoeken. Ik schrijf het meteen op. Hé, hey, ik heb nog een vraag. Nou. Hoe smaakt een hond? Hoezo wil je dat weten? Nou, ik heb ooit eens gelezen dat de Romeinen vroeger hondenvlees aten. Misschien kunnen de kinderen dan ook uitzoeken wat ze vroeger aten en dronken. Ja, goed idee. Hé, dit is best wel leuk, hè, over vroeger werken. Ja. Wacht even, ik ben zo terug. Uit welke tijd kom jij? Je ziet er niet uit, man. Ik ben een rijke koopman uit de 17e eeuw. En ik wens graag aangesproken te worden met u. Mijn excuses, meneer rijke koopman. Ik denk dat het tijd is dat wij ons gaan terugtrekken. De kinderen hebben de komende week nog veel te doen. Daar heb je... Och, daar heeft u helemaal gelijk in. De komende week gaan jullie nog veel leren over het thema en toen. Jullie gaan leuke opdrachten doen, zoals schrijven, tekenen, knutselen, zingen en noem maar op. Doei doei, veel plezier! Dag! Ga staan en dans mee! Vroeger waren dingen vierkant en de aarde was nog plat. Je mobieltje was een trommel en je huisje was een rat. Op je eten moest je jagen en een beekje was de kraan. Je matras bestond uit strootjes en je lampje was de maan. Ieder land, elke eeuw, elke taal. Iedereen schrijft zijn eigen verhaal. En toen en toen en toen, nu mogen wij het gaan doen. Kijk omhoog en pluk de dag, vul de straten met je lach. En toen en toen en toen, ik word een held of kampioen. Met een kwast of een gitaar, maak ik al mijn dromen waar. En toen en toen en toen, Leonardo wilde vliegen, Marco Polo ging op reis. Ridder Arthur vocht met draken en de Grieken waren wijs. En de stoerste astronauten stapten zo in een raket. En die slimme Albert Einstein nam zijn sommen mee naar